Binnen een programma van eisen kun je vier type criteria onderscheiden. Of eigenlijk drie type criteria plus één categorie dingen die niet echt criteria zijn, maar die we toch maar in hetzelfde rijtje zetten. Kom ik op terug. Ten eerste is het natuurlijk belangrijk om op een rij te zetten wat nou de minimale voorwaarden zijn waar je ontwerp straks aan moet gaan voldoen. Daar hebben we twee smaken van: functionele eisen en randvoorwaarden. In functionele eisen leg je vast wat je ontwerp echt minimaal moet gaan doen. De kracht die het moet leveren, hoe snel het iets moet produceren, het minimale vermogen dat het moet leveren, dat soort dingen. In randvoorwaarden zet je op een rij wat wel en niet kan of mag om dat doel te bereiken. Bijvoorbeeld een maximaal gewicht, de hoogte van een brug waar het onderdoor moet passen, beperkingen van productiemachines, maximale kosten, enzovoort. Functionele eisen zijn dus dingen die het product echt moet gaan doen, terwijl randvoorwaarden gaan over niet-functionele eigenschappen, over de grenzen aan de middelen die je beschikbaar hebt om die functies uit te voeren. Samen leggen ze vast wanneer een ontwerp minimaal voldoende is. Als er niet aan alle functionele eisen en randvoorwaarden is voldaan, dan is het geen oplossing. En dat betekent dat ze altijd zwart-wit geformuleerd moeten zijn. Functionele eisen en randvoorwaarden moeten altijd een harde grens hebben. Een ontwerp voldoet er wel of niet aan. Het kan voldoende kracht leveren of niet. Het past onder die brug door of niet. Maar voor elk ontwerpprobleem zijn altijd meerdere oplossingen te bedenken. Er zijn altijd verschillende alternatieven die allemaal aan die minimale voorwaarden voldoen. Je hebt dus ook criteria nodig die niet zwart-wit zijn. Criteria waarmee je een ontwerp op een doorlopende schaal kunt beoordelen. Dat soort criteria noemen we prestatiecriteria. Prestatiecriteria gebruik je om onderscheid te maken tussen de betere en de minder fantastische oplossingen. Want als je meerdere ontwerpen, meerdere alternatieven hebt, dan is het natuurlijk altijd zo dat één het goedkoopst is, de ander het langst meegaat en een derde heel snel te installeren is of iets dergelijks. Die dingen moet je dan tegen elkaar gaan afwegen om één van die ontwerpen te kiezen. In prestatiecriteria leg je vast welke aspecten je gaat gebruiken om dat oordeel op te baseren. Oké. Dat zijn de drie typen echte criteria. Functionele eisen, randvoorwaarden en prestatiecriteria. Voor alle drie geldt dat je ze oplossingsonafhankelijk moet formuleren. Je wil bijvoorbeeld niet zeggen het moet van staal zijn, maar het moet 400 kilogram kunnen dragen. Van staal maken is één manier om dat te bereiken, maar er zijn ook nog allerlei andere manieren. En in een ontwerpproces wil je jezelf niet onnodig beperken. Criteria moeten een soort meetlat zijn, waar je ontwerpen mee kunt toetsen en vergelijken. In criteria leg je het ontwerpprobleem vast en als ontwerper ga je daar dan allerlei oplossingen voor bedenken. Maar soms zijn er wel degelijk een aantal elementen van het ontwerp die al vast liggen voordat je begint met ontwerpen. Soms weet je voordat je begint al, het wordt door perslucht aangedreven. Of de wielbasis wordt 3,20 meter. Niet minimaal of maximaal 3,20 meter, nee, 3,20 meter. Nul vrijheid. Zo'n voorgeschreven oplossing, zo'n element van het ontwerp dat al vast ligt, dat noemen we een specificatie. Een specificatie is eigenlijk geen criterium. Een specificatie is een ontwerpbesluit dat al vast ligt. En om jezelf zoveel mogelijk vrijheid te geven, wil je daar dus zo min mogelijk van hebben. Bij open, creatieve ontwerpopdrachten zijn er vaak ook heel weinig specificaties. Soms zijn er ook geen specificaties. Maar als ze er wel zijn, dan neem je ze op in het programma van eisen. Samengevat, in een programma van eisen onderscheiden we drie typen oplossingsonafhankelijke criteria en één categorie voorgeschreven ontwerpbesluiten. Functionele eisen leggen vast wat het ontwerp minimaal moet doen. Randvoorwaarden stellen grenzen aan wat mag of kan om die doelen te bereiken. Prestatiecriteria zijn de aspecten die het verschil maken tussen betere en minder goede oplossingen. Specificaties beschrijven de elementen van het ontwerp die al vast liggen. Die eventuele specificaties schrijven dus al één bepaalde oplossing voor. Maar eigenlijk wil je een ontwerpprobleem zoveel mogelijk definiëren in oplossingsonafhankelijke termen. Daarbinnen zijn functionele eisen en randvoorwaarden zwart-wit, terwijl prestatiecriteria meetbaar zijn op een doorlopende schaal. En het verschil tussen functionele eisen en randvoorwaarden is dat functionele eisen gaan over de functies die het product actief moet gaan uitvoeren, terwijl randvoorwaarden grenzen stellen aan de niet-functionele passieve eigenschappen van het ontwerp. Oké, that's it. Maar als je vragen hebt, laat het weten. Anders, succes!